Yes, mensen. Goedemorgen. Op deze fucking maandag. Fucking maandagochtend. Ik word net gebeld om mijn reclassering. Zoals een aantal van jullie weten ben ik uit huis gezet. Onrechtsmatig en moet ik aangifte doen. Mijn inhoudelijke zitting zal plaatsvinden op 17 augustus. Er is een advies terechtgekomen van het NIFP. Waarin het NIFP eist dat ik een TBS met voorwaarden ga krijgen. Door het gesprek van vorige week, waarin de reclassering heel duidelijk samen met de GGZ hand in eigen boezem hebben gestoken en hebben aangegeven van Erwin, excuses dat we jou 3 jaar lang verwaarloosd hebben, de letterlijke verwoording jongens, 3 jaar lang verwaarloosd hebben, onze excuses daarvoor, jongens ik koop daar godverdomme niks voor. Ze willen een klinische opname regelen mensen, zodat ik intern zo snel mogelijk met mijn probleem aan de slag kan. Maar wat is zo snel mogelijk wanneer zij niet meer langer achter het NIFP advies kunnen staan voor strafoplegging TBS met voorwaarden en daarom vragen om uitstel, weer uitstel van mijn zitting, de 6e keer mensen, de 6e keer en ondertussen de klinische opname gewoon uitgesteld, gewoon uitgesteld, terwijl ik weer rondloop met recidieven en ik weet dat ik een contactverbod heb met die ex van mij uit Sittard, maar 1 ding moet duidelijk zijn voor de hele wereld en juist voor haar, wanneer het nu misgaat en ik de TBS in zou moeten met dwang. Mensen, it wasn't fucking me. It wasn't fucking me. Want wanneer het OM nu durft de hand niet in eigen boezem te steken en ervan af te zien dat deze jongen hulp nodig heeft, maar ze sturen me wel constant naar buiten met recidieve gevaar. En noem het maar op. Luister, reclassering. Openbaar Ministerie Limburg. Nog 1 fucking gehyped kutspelletje met jullie. Let op, ik ga hem winnen, want ik hou mij wel rustig. Maar wat zijn jullie hier een fucking puinhoop van aan het maken? Fucking bloedhonden. Echt waar. Steek je fucking hand in eigen boezem en neem je fucking verantwoordelijkheid. Fucking hoerenstaat geworden dit. Ik ben geen melkkoe, ik ben mens. Ja, zo wil ik me ook kunnen voelen. En ik ben laaiend, ik ben woest. Diep van binnen kook ik. Kook ik. Want hoe belangrijk is het überhaupt nog dat we mensen hun recidieven gaan verlagen? Of wachten we echt tot we een TBS gaan pakken? Als dat zover komt, sta ik echt niet voor mijn eigen in hoor. Stelletje pannenkoeken. Constant trekken jullie de handen ervan af. Constant denken jullie, Erwin weet je wat? Blijf lekker rustig op je bankje zitten. Komt allemaal wel goed jochie. Ja? Komt het allemaal wel goed? Oké. Prima. Komt allemaal wel goed. Kutstaat.